hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stalfman van de Werf. Mijn man is er ook, maar ik kan hem nou even niet in beeld brengen. Dat komt later. Het is vandaag donderdag 13 augustus. Het is bijna 1:30. Tijd voor een autorijles. Daar kan ik jullie nou even niet in meenemen, maar dat komt misschien de volgende keer wel weer. Maar ik ga ook nog naar Big OZ, dus dat zien jullie ook wel. Dus heel veel kijkplezier straks. Support. En toen zat ik weer gezellig naast mijn mannetje in de auto. Zo, hè? En dan ga ik naar achteren werkt. Van naar Big OZ even naar een massage. Jup, want dat is wel even weer nodig. Jup, en Roderick die gaat zo meteen even filmen hoe hij dat een beetje doet. Ja, jij mag zo meteen gaan filmen, ja. En hier lig ik straks. Op en op de massagesbank. Is leuk. En dat is ook weer een stoel. Is alleen maar goed. En hier doet Big OZ dan. Is goed toch? Ja. Jij gaat masseren? Yes, ik ga masseren. Holistische healing. Ik help mensen met lichamelijke klachten. Mentale klachten. En geestelijke klachten. Dus, we gaan haar rug gaan we behandelen. Ja. Het enige wat ik doe is. Ik ga het even een beetje insmeren nu. Nou, wat ik doe is, ik ga langs de meridianen in het lichaam. Okay. Wat zijn meridianen? Meridianen, dat zijn de energiebanen die dus langs de spieren en de bloedvaten stromen. Dus dat, zeg maar, dat is een beetje dus die energie. Of die elektriciteit wat jou laat bewegen, zeg maar. Weet je, dat is een connectie naar je hersens en jouw zenuwen. Ja. Toch? Zo. En zet je daar heel veel kracht bij, of? Nee, ik zet er niet heel veel kracht bij. Wel, zeg maar, ik ga gewoon langs die baan. Zo. Ik ga eventjes. En dan eigenlijk luister ik waar dan de plek zit. Ja. Het voelt dan als een soort klein balletje en dan blijf ik even erop zitten. En dan ga ik weer doorstromen naar waar het helemaal naartoe moet. En het gaat helemaal door. Het zal eigenlijk doorgaan helemaal naar mijn benen. Ja. Maar ik stop hier zo. Ja. En dan ga ik weer omhoog. Duimpje voor duimpje ga ik omhoog. Een soort van ladder klimmen, zeg maar. Dan ga ik voelen waar dus de knelpunt zit. Dus hier ergens. Dan ga ik weer helemaal door omhoog naar de nek, zo. Onder de nek, daar stopt hij, daar is een drukpunt. Onder de nek hier. Ja. En dan ga ik weer helemaal naar boven, onder de schedelhoofd. Ja. Daar zit dus al de inspanning van de hele rug, komt daar terecht naar de hersens. En dan ga ik weer terug naar beneden, helemaal weer door naar te stromen naar waar het naartoe moet. Okay. En dan hier zie je dat ze een mooie holle rug hebben, dus vandaar dat het dus dan, dat ze hier de afvalstofjes behoudt en dat dus de energie hier een beetje wordt geblokkeerd. Oké. Okay. Doordat ze een holle rug heeft hier zo. Ja. Nou, ik ben dus langs de rug gegaan, ben ik gegaan zo. Ja. En nu ga ik, naast de rug gegaan, ga ik naar langs. Door naar beneden. En dan ga ik weer terug en dan voel ik hier voel ik een knelpunt. Daar precies. Blijf even erop. Dan het voelt als een balletje in die energiebaan. Ja. Dat balletje druk ik kleiner, platter. Dus wanneer ik hem nou loslaat, dan stroomt meer energie doorheen, zeg maar. Ja. Ik ga weer naar boven. En
Het is ook heel belangrijk dat jij zelf ook, Karin, in de neus inademt. Goed zo. Uit de mond uitblazen. Hè? En een beetje rustig uitblazen. Is het nou intensief voor jou, energetisch gezien? Ja, maar ik weet hoe ik mezelf moet ontladen. Okay. Dat doe ik ook 's avonds. En ik hou dan een bepaalde hoeveelheid mensen, zeg maar, weet je wel. Ja. Dus zeg maar tussen de 5 en 6 mensen per dag doe ik. Okay. Dat kan ik aan. Maar mensen vergeten dat ze van de zon energie krijgen. Maar mensen vergeten dat ze in het donker, de donker absorbeert het licht. Mm-hmm. Dus je hoort in het donker of van de maanlicht, geeft ook een bepaalde soort energie. Ja. En daardoor dat licht van de maan, dat ontlaat jou. Oké. Okay. De energie wat in je zit. Dus dat is dus de yang, toch? Yin en yang heb je. Ja. Yeah. Dus dat je zeg maar 's avonds voordat je gaat slapen eigenlijk je... Het fysieke is natuurlijk dat je gewoon gaat slapen en dat is jouw fysieke rust. Maar dat je ook mediteert voordat je gaat slapen, dat je je hoofd ontlaat. Okay. Dus alles wat in je hoofd zit, dat je het leeg maakt. Zodat je jezelf kan resetten als jij morgen de volgende dag opstaat. Dat je wel uit kan komen met die dingen wat jij zeg maar allemaal hebt geobserveerd van de hele dag. Oké. Okay. Heb je daar een speciale methodiek voor om te mediteren? Stel, iemand wil graag mediteren, maar geen idee hoe die moet beginnen. Heb je daar een tip voor? Ja, dan is gewoon voordat je gaat slapen, is het beste. Of dat doe je gewoon heel simpel. Het is gewoon de beste plek waar jij je het fijnste voelt, in principe. Ja. Dan ga je gewoon zitten in de kleermaker. Dan doe je je ogen dicht. Alles uit, alles donker. Totale stilte. Ja. Totale... donker, zeg maar, weet je wel. Ja. Of je zet een kaarslichtje aan. Oké. Okay. Ergens. En dan doe je je ogen dicht. Dan ga je weer heel diep in je neus inademen. Ja. En echt goed zuurstof brengen naar je buik. Oké. Okay. En dan ga je dat weer rustig uitblazen. Uitblazen door je mond. Ja. En dan ga je, dus terwijl je dat doet, dan ga je proberen alles te vergeten. Dus aan niks te denken. En dat doe je dus door gewoon te luisteren naar de stilte. Nou ja, op een gegeven moment voel je je hartslag rustig worden. Ja. Je voelt je bloedsomloop als je goed luistert naar de stilte. En je kan zelf de zwaartekracht kan je voelen. Mm-hmm. Stromen om je heen. Ja. Dan ga jij zeg maar, je concentreren naar de binnenkant, aan de binnenkant van je ogen. Dan ga je bepaalde soort patronen ga je zien. Allemaal figuurtjes of dingetjes komen op je af of gaat van je. Probeer ze te volgen. Okay. Laat je leiden door die patterns die je ziet aan de binnenkant van je ogen. Ja. Dus ze gaan kleuren geven ook. Alsof je in het licht donker of in het licht hebt gekeken en dan zie je zo'n puntje. Ja. Toch? Als je je ogen weer dicht maakt. Ja. Nou, dan zie je die kleurtjes die in die punt. Dat zijn gewoon die chakras die aan zijn in je lichaam. Dus hoe feller die gaat zeg maar, schijnen, die kleur. Ja. Hoe meer die aanstaat in je lichaam. Zo kan je zien wat aanstaat ook. Ja. Oké. Okay. Dus welke kleur aan welke chakra verbonden is ook toch? Dat soort dingen. Nou ja, zo kan je zeg maar, je chakras verstellen. Dus meer energie geven. Oké. Okay. En hoe lang duurt zo'n meditatieoefening? Ja, ik zou zeggen, doe dat zeg maar 5 minuten, zo 10 minuten, zo ademhalen, met je ogen dicht. Puur naar de stilte luisteren en dan doe je het licht weer aan. Maak je ogen open en dan ga je slapen. Oké. Okay. Dan heb je een beetje jezelf van in je hoofd ontladen, rust geven, zeg maar. Oké. Okay. Dan zal je merken dat je veel frisser ook opstaat. Oké. Okay. Volgende ochtend. Oké. Okay.
Ja. En dat doorstrijken, waar is dat goed voor? Dat wat hier op heeft gehoopt. Ja. Ik heb het hierheen gebracht en dan moet ik het even nog doorbrengen naar die energie. Dus het is hier een beetje opgehoopt, toch? Ja. Even vastgebleven. Dus ik heb het van de rug daar gebracht, maar dan moet ik nog even een beetje doorstrijken. Die energie verspreiden naar de benen. Oké. Ik snij door haar energie heen, zo. Mm-hmm. En dan ga ik met negatieve energie ga ik de ruit wakkeren, zeg maar. Okay, zo. Maar in mijn handen voelt het een beetje als een soort zwaartekracht. Mm-hmm. Steeds lichter in mijn hand. Je verdunt in wezen. Ja. Dat er niets meer over is. Juist. Nou, we gaan de negatieve energie uit mijn handen slaan. Ja. En dan ga ik weer de energie pakken en dan ga ik het sturen weer. Nieuwe energie sturen. Laat het even gewoon doorstromen. Ik blijf even goed ademen gewoon. En dan op je eigen tempo. Een paar minuutjes. Of wanneer jij voelt van ik kan mijn ogen openmaken. Mm-hmm. Dan maak je rustig je ogen open. En dan. Dus. Hoeveel is het al? Mijn hand werd geduwd. Thank you.
Zo, ik heb mijn massage gehad. Roderick ook aan deze arm. Deed hem behoorlijk zeer. Maar ja, wat wil je? Zijn dat nou politie of zijn dat nou boa's? Dat zijn dus boa's. En dan in een hele andere uniform. Die ik niet van hun ben gewend. Of weer boa's. Waarschijnlijk. Dat zal. Of de spoorwegpolitie, of de treinpolitie noem je dat? Ik weet niet. Ze hebben geen pistool bij zich, dus dan zijn het boa's. Ja, maar normaal, boa's handhaving, en die hebben altijd een blauwe ding aan. Eigenlijk. En deze heeft zwart. Jij rijdt de rood. Ha. Sorry. Dus ja, nu even naar de mall. Dat is ook leuk, handig. Hele mooie pak. Zo. Stonden we weer ergens langs de weg. Ja, nog altijd hoor, langs de weg, maar het koelt volgens mij al wel af buiten. Ja. Maar wel lekker. Egale bewolking ook nog. Hm? Egale bewolking, ik heb geen andere bewolking. Nee, het is gewoon lekker nu. Ja. En dat is een beetje rijker, maar dan hoger. Het is een soort van rijker, ja, maar en maar dan hoger. Wat ben je mooi? Ja. Wil je erin hebben? Vol. Je bent al fan toen? Tullerup? Huh? Tullerup? De wat? Tullerup. Je bent al fan toen? Vol. Zo, dit is een mooie lucht, jongens. Wauw. Moet je eens kijken. Wauw.